grootste oppositiepartij en dat is in dit geval de PVV. En ik geef de heer De Jong namens de PVV het woord. Voorzitter, hartelijk dank. Voorzitter, hardwerkende Nederlanders, jong en oud, gepensioneerden, mensen die buiten hun schuld in een uitkering zitten of een arbeidshandicap hebben. Mensen die iedere dag proberen iets te maken van hun leven, hun gezin draaiende te houden. Jarenlang zijn uitgeknepen en iedere keer weer bij de begrotingsbehandelingen blij moeten zijn met kruimels aan koopkracht die niet in verhouding staan tot wat ze in de jaren daarvoor is afgepakt. Gewone Nederlanders worden ze hier in de Kamer genoemd. Ze behoren volgens de rekenmeesters vooral tot de middenklasse. Een groep zo groot dat ze vrijwel niet door tabellen kunnen worden vertegenwoordigd. En toch krijgt dit kabinet het ieder jaar weer voor elkaar om het Nederlandse volk voor de gek te houden met diezelfde tabellen waarin ze het altijd weer beter lijken te krijgen. Met teksten waarin volgens de PR-machine van Rutte 3 alles rozengeur en maneschijn is. Voorzitter, ondertussen ziet de echte gewone Nederlander het politieke spel vanuit zijn woonkamer en voelt dat hij weer bedonderd wordt. Geen tijd om al die koopkrachtdromen van dit kabinet te geloven, maar vaak leven in een financiële nachtmerrie. Weer niet serieus genomen. Weer niet vertegenwoordigd door het landsbestuur. Ze herkennen zich niet in al die tabellen en papieren werkelijkheden waar politici tijdens dit soort begrotingsbehandelingen te pas en te onplas mee strooien. En de minister keer op keer zal helpen om in plaats het voor deze mensen wat makkelijker te maken, ze financieel lucht te geven, deze tabellen vooral te gebruiken om zich als een gladde aal uit lastige debatmomentjes te wurmen. Voorzitter, gewone Nederlanders hebben niets aan die Haagse spelletjes. Ze hebben er alleen maar last van. Ze zitten klem en hebben te maken met de echte werkelijkheid van alle dag. De werkelijkheid van een lege portemonnee. De werkelijkheid van te hoge huren, te hoge ziektekosten, te hoge energierekeningen en te dure boodschappen. Stuk voor stuk in de praktijk echte koopkrachtslopers. Ze worden iedere keer weer in de hoek gedrukt waar de klappen vallen. Te veel verdienen om voor sociale voorzieningen in aanmerking te komen, maar te weinig verdienen om zonder stress rond te komen. Laat staan een buffer op te bouwen. Het netto besteedbaar inkomen staat al jaren stil. Het is nu zelfs lager dan in 2008. Nooit iets cadeau krijgen, maar voor Politiek Den Haag altijd wel goed genoeg om als melkkoe gebruikt te worden. Voorzitter, vorig jaar ging bijna de helft van alle Nederlanders erop achteruit. Net als dat jaar daarvoor. Nooit kwamen de koopkrachtbeloftes van de afgelopen jaren uit. Ieder jaar bleek het minder. En minder koopkracht betekent meer problemen. Voorzitter, ik heb het over al die Nederlanders die niet genoeg geld hebben voor een koophuis. En ondertussen de strop van alsmaar oplopende huurverhogingen nauwelijks nog kunnen dragen. Werkenden die zich door de enorme lasten afvragen waar ze het eigenlijk nog voor doen. Jongeren die een bestaan vol financiële onzekerheid moeten opbouwen en daarvoor wel steeds langer en langer moeten doorwerken. Ouderen die al jarenlang zien hoe hun pensioen verdampt, hoe indexering er al jaren niet meer in zit. Die leidzaam moeten toezien hoe door het verraad van vooral de FNV en de Partij van de Arbeid hun pensioen onzeker wordt en kortingen makkelijker worden. Het pensioenstelsel met de bottenbouw wordt bewerkt. Een ongekende schande. Al die Nederlanders die zien dat tussen 2015 en 2018 de economie met bijna 10% steeg, terwijl ze het zelf in deze periode met zo'n 4%, dus met gemiddeld een schamel procentje koopkracht per jaar moesten doen. Daar voel je dus helemaal niets van in je portemonnee. Dat is dus niet fors mee profiteren van de economische groei, zoals Mark Rutte dat keer op keer heeft beloofd. Maar leugens, voorzitter. Valse leugens. En ook nu dreigt het weer mis te gaan. Want wat heb je aan een procentje loonsverhoging als die direct opgaat en al die oplopende vaste lasten? Wat heb je aan al die juichende koopkrachtberichten als er niets van merkt in je portemonnee? Voorzitter, de afgelopen jaren bleken al die koopkrachtbeloftes nooit uit te komen. Het was altijd minder. Voor 2017 is ons een kruimel van 1% koopkracht beloofd. Dat werd 0,3%. Voor 2018 werd 0,6% beloofd. Om je kapot te schamen, maar goed, dat werd ook nog eens de helft minder. En voor 2019 is 1,4% beloofd. En ook dat is weer minder. Voorzitter, nu wordt er voor volgend jaar opnieuw een plusje in de koopkracht beloofd. Als we dit al moeten geloven, dan is dat gerommel in de marge. Bij lange na niet genoeg om te compenseren wat ze de afgelopen jaren is afgepakt. Voorzitter, in een tijd van economische groei liet dit kabinet onze eigen mensen keihard in de steek.
Over de gehele periode tussen 2008 en 2018 zijn het vooral de bedrijven die hebben geprofiteerd. Burgers hadden het nakijken. Een schande, want het water staat ze ondertussen tot aan de lippen. Nibud maakt zich terecht zorgen dat mensen 60% van hun inkomen kwijt zijn aan vaste lasten. Maar dit kabinet haalt haar schouders op en schoffeert deze hardwerkende mensen met kruimels. Ongelooflijk. Voorzitter, deze mensen moeten ook nu weer noodgedwongen constateren dat ze simpelweg niet mee mogen profiteren van de economische groei. En waarom niet? We hadden er alle kans toe. In de afgelopen jaren is voor tientallen miljarden euro's te veel aan belastinggeld opgehaald. Waarom is dit niet teruggegeven? Dat is wel het minste wat je kan doen. Waarom heeft dit kabinet al die jaren de hand op de knip gehouden en nagelaten echte koopkrachtverbeteringen door te voeren? Dit kabinet heeft net zo lang gewacht totdat het bijna te laat is. Economen waarschuwen nu voor een afvlakkende economische groei en dus minder ruimte voor echte verbeteringen in de portemonnee. Nou, bravo, kabinet, bravo. Maar door weg te kijken verdwijnen de financiële problemen van gewone Nederlanders niet. Ze snakken nog altijd naar lucht, omdat de druk op de portemonnee voor deze mensen te groot is geworden. Voorzitter, na al die economische voorspoed hebben heel veel mensen financiële stress. 1 op de 5 huishoudens kampt met betalingsproblemen. Ruzies thuis omdat ze het niet meer trekken. Vakanties worden uitgesteld. Dagje pretpark zit er vaak niet meer in. Dagelijkse boodschappen zijn een grote uitdaging geworden. Noem maar op. Deze mensen voelen zich verraden en dat zijn ze ook, voorzitter. Ze hebben al die jaren Mark Rutte en zijn handlangers de kans gegeven om de belofte van echte lastenverlichtingen in te lossen, om een echte koopkrachtkampioen te worden. Maar in de praktijk zijn het de grootste koopkrachtslopers uit de Nederlandse geschiedenis gebleken. Voorzitter, dit beleid moet stoppen. Een nieuwe crisis zal de nekslag zijn voor al die Nederlanders. Maar dit kabinet haalt, zoals gezegd, de schouders op. Sterker nog, dit kabinet is een nieuwe crisis aan het creëren. En dit moet stoppen. We moeten stoppen met die lelijke Rutte 3-politiek die nieuwe ellende in de hand werkt en alles kapot maakt. We moeten mooie dingen gaan doen. PVV-voorstellen in de praktijk gaan brengen. Geef eindelijk eens dat teveel aan opgehaald belastinggeld terug aan onze eigen mensen. Verlaag de btw op boodschappen. Schaf het eigen risico in de zorg af. Verlaag de huren. Dat zijn concrete dingen. Daar hebben de mensen wat aan. Dat voelen mensen direct en dat geeft ze de mogelijkheid hun dagelijks leven wat gemakkelijker te maken. Maar daar kan het niet bij blijven, voorzitter. Zoals gezegd, de FNV en de Partij van de Arbeid en ook GroenLinks hebben samen met dit kabinet de pensioenbelangen voor miljoenen Nederlanders verkwanseld. En dit moeten we herstellen. Voorzitter, er is 1500 miljard euro in kas bij de pensioenfondsen en toch dreigen er kortingen. Ja, u hoort het goed. Er dreigen nog steeds kortingen. Weliswaar zijn de kortingen voor 2020 voor een deel uitgesteld, maar ondertussen dreigen ze nog steeds voor het jaar 2021. En ook dreigen er volgend jaar nog voor 600.000 mensen pensioenkortingen. Vele mensen kunnen die kortingen er niet bij hebben. Nu al heeft 1 op de 3 gepensioneerden moeite met rondkomen. Serieus, voorzitter? Serieus? Zo gaan we in een beschaafd land toch niet met onze ouderen om? Voorzitter, dit is met 1500 miljard euro in kas toch niet uit te leggen? Deze kortingen moeten direct van tafel. En dat kan ook. We hebben het vaker gezegd, het kan. Als deze minister stopt met zich te laten gijzelen door de ECB, die met hun belachelijke rentebeleid ervoor zorgt dat pensioenfondsen zich arm moeten rekenen en het pensioengeld verdampt. Vandaag kwam het Financieel Dagblad nog met het nieuws dat als de ECB niets had gedaan, pensioenfondsen dan niet hadden hoeven korten. En was indexering mogelijk geweest. Dus met andere woorden, als de ECB gewoon achterover had geleund, niets had gedaan, dat rare rentebeleid niet had uitgevoerd, dan hadden we nu geen discussie gehad over pensioenkortingen. Sterker nog, dan hadden we kunnen toewerken naar indexering. Dus voorzitter, laat de ECB het heen en weer krijgen. Laat ook PvdA'er Jeroen Dijsselbloem, die met zijn commissie zorgt voor nog strengere rekenregels en dus verlagingen van pensioenen, het heen en weer krijgen. Luister naar al die pensioenexperts. Neem de zorgen onder miljoenen pensioendeelnemers eindelijk eens serieus. Doe wat juist is en bescherm het beste pensioenstelsel ter wereld. En dat doe je niet door paniek te zaaien tussen generaties en om die generaties tegenover elkaar te zetten. Dat doe je door het huidige stelsel te helpen de beste te blijven waar mensen vertrouwen in kunnen hebben. Dus voorzitter, pas die rekenrente aan, zodat pensioenfondsen weer lucht krijgen.
Zorg voor een realistische rekenrente die recht doet aan de rendementen, zodat pensioenkortingen voor de komende jaren van tafel zijn en kunnen toewerken aan indexatie. Voorzitter, wat er ook moet gebeuren is dat vreselijke pensioenakkoord direct van tafel en door de shredder halen. Het breekt ons pensioenstelsel af. Niet doen. Voorzitter, dan de verzorgingsstaat. Hardwerkende Nederlanders verdienen het ook om wanneer het niet meer gaat te kunnen rekenen op een goede verzorgingsstaat. En die verdient het op haar beurt weer om beschermd te worden. Maar dat doet dit kabinet niet. Dat komt omdat dit kabinet de grenzen wagenwijd openlaat, de focus verkeerd legt. Namelijk op alles wat niet Nederlands is. Voorzitter, neem nou niet-westerse allochtonen. Die weet dit kabinet maar al te goed te vinden. Ieder jaar geeft u deze groep mensen alleen al aan bijstand 3 miljard euro. Voorzitter, 3 miljard euro. Geld opgehoest door vooral hardwerkende middenklasse die lijdzaam moet toezien hoe ze moeten betalen voor Ahmed en Fatima. Voorzitter, en in plaats dat er een bedankje komt, worden deze mensen niet alleen belazen door het kabinet, maar ook door grote groepen niet-westerse profiteurs, die maar niet genoeg kunnen krijgen van al dat makkelijk te pakken Nederlands geld. En als blijkt dat ze er toch niet voor in aanmerking komen, dan pakken ze het toch. Dan plegen ze gewoon voor gigantische bedragen fraude met de bijstand. Voorzitter, ik heb het dan natuurlijk vooral over al die Turken die niet vertellen dat ze huizen of appartementen in hun thuisland hebben en schaamteloos onze bijstandspot leegroven. Dit speelt al jaren en we doen er helemaal niets aan. En als mensen al tegen de lamp lopen, komen ze er vaak erg gemakkelijk vanaf. Voorzitter, neem nou dat Turkse echtpaar uit Den Haag dat ongestoord voor 160.000 euro bijstandsfraude kon plegen. Ze vertelden de rechter via een tolk dat ze geen Nederlands begrijpen en dus niet wisten dat ze moesten melden dat ze grond en een appartementcomplex vlakbij Istanbul bezitten. Als je dan denkt dat deze twee fraudeurs direct het land worden uitgezet om vervolgens nooit meer terug te komen, heeft het mis. Ze kregen een taakstrafje van 60 uur. Of neem nou dat voorbeeld van die Turk die bij een themacontrole bezit in buitenland tegen de lamp liep. Hij had meerdere huizen in Turkije, maar ontving gewoon bijstand. Meneer moest in eerste instantie van de gemeente alles terugbetalen, maar de rechter floot de gemeente terug. Deze Turk mocht zijn uitkering op terugwerkende kracht houden en de gemeente moest de proceskosten van 1000 euro aan de fraudeur betalen. De wereld op zijn kop. Fraude plegen, geld houden en nog eens geld toekrijgen ook. Voorzitter, dit kabinet zegt dit te willen tegengaan, maar komt met slappe hap. Volgens de nieuwe met veel bombarie aangekondigde antifraudeplannen van dit kabinet blijft de gemeente discretionaire bevoegdheid houden en wordt de bijstand straks aan de fraudeur gewoon als lening verstrekt. In de praktijk blijven bijstandfraudeurs straks dus gewoon geld krijgen nadat ze de sociale zekerheid om zeep proberen te helpen. En voorzitter, zoals u weet mogen we er natuurlijk niet over klagen. We mogen natuurlijk niet gericht controleren bij deze groep. Nee, dat mag niet hoor, want dan ben je vervolgens, volgens deugend Nederland, aan het discrimineren. Of dan stoot je misschien wel landen als Turkije en Marokko tegen het hoofd. Jeetje, wat erg zeg. Stel je voor dat je landen als Turkije en Marokko die fraudeurs beschermt en vrijwel nooit meewerken aan onderzoek tegen het hoofd zou stoten. Man, man, man. Laf, voorzitter. We worden geregeerd door laffe, bange mensen. Maar voorzitter, onze sociale zekerheid wordt niet alleen om zeep geholpen door niet-westerse allochtonen. Nee, ook duizenden arbeidsmigranten vullen hun zakken met ons geld en lachen zich suf. Er wordt massaal fraude gepleegd met de export-WW, met Nederlands geld vakantie vieren in Polen. UWV heeft daar jarenlang niets aan gedaan. Maar ook nu weer blijkt dat dit kabinet niet in staat te doen wat het zou moeten doen. Omdat ze van de Europese Unie niet gericht mogen controleren en gericht maatregelen mogen nemen tegen deze groep. Waar bemoeit de Europese Unie zich mee? Waarom laat de minister zich ook bij dit onderwerp weer gijzelen door de EU? Voorzitter, dit kabinet laat het toe hoe onze sociale zekerheid door immigranten om zeep wordt geholpen. Misbruik ondermijnt draagvlak voor het stelsel. Maar dit kabinet wil maar niet inzien dat het zijn van een immigratieland niet samengaat met het zijn van een verzorgingsstaat. Wil maar niet zien dat het moet kiezen. En wij kiezen wel. De PVV kiest voor onze verzorgingsstaat en onze eigen mensen. En daarom moeten we onze verzorgingsstaat beschermen. En daarom volgen, voorzitter, de volgende maatregelen. Erken dat het behoud van onze verzorgingsstaat en massa-immigratie een onmogelijke combinatie is. Sluit in het belang van onze verzorgingsstaat de grenzen voor alle immigranten uit islamitische landen en alle asielzoekers. Zorg ervoor dat immigranten die hier al zijn, pas nadat ze 10 jaar in Nederland zijn, geen crimineel zijn en hebben gewerkt, pas in aanmerking mogen komen voor onze sociale zekerheid.
sluit statushouders helemaal uit van de bijstand. Direct. Zorg ervoor dat immigranten die fraude plegen met onze sociale zekerheid worden opgepakt, het bedrag altijd tot de laatste cent terugbetalen, met boete en samen met hun gezin het land worden uitgezet en nooit meer mogen terugkomen en van onze sociale zekerheid gebruik mogen maken. Voor het leven. En daar is niets mis mee, voorzitter. Dat is geen discriminatie, dat is gezond verstand. U was bijna klaar volgens mij, klopt dat? Ja. Dan stel ik voor dat u eerst even uw bijdrage afrondt. En dan ga ik naar de heer. Ik rond af. Ja, is goed. Gaat u gaan. Deze begroting is een gigantische gemiste kans om eindelijk de Nederlanders weer op één te zetten. Het is tijd dat de puinhopen van Rutte worden opgeruimd en ik kan ook niet wachten op nieuwe verkiezingen. Dank u wel. De heer Kuzel. Ja, voorzitter. Ik heb goed naar het verhaal van de heer De Jong van de PVV geluisterd. En hij sprak op een gegeven moment over de eigen mensen. En ik zou de heer De Jong willen vragen, die op dit moment zijn neus snuit, dus we geven hem ook even de tijd. Dankjewel. Wie de eigen mensen zijn. Of je daar een definitie van kan geven. De heer De Jong. Zeker, dat zijn mensen die hier in Nederland keihard werken, een steentje bijdragen. Die niet de democratie omver willen werpen of niet fraude plegen met de bijstand omdat ze namelijk nog in Turkije of in Marokko nog een huis hebben. Dat zijn mensen die zichzelf Nederlander voelen, die Nederlander zijn, die onze democratie beschermen en steunen. Dat zijn onze eigen mensen. De heer Kuzel. In ieder geval uit dit verhaal maak ik op dat het niet gaat om mensen met een migratieachtergrond en mensen zonder migratieachtergrond. Terwijl uit de hele bijdrage van de PVV wel sijpelt dat de immigratie fout is. Want als gevolg van de immigratie zijn er ook mensen die hard werken en die precies voldoen aan de definitie die u nu geeft van de eigen mensen. En mijn concrete vraag is, voorzitter, de heer De Jong heeft het eerder in zijn bijdrage gehad over dat we jongeren en ouderen waar het gaat om de pensioenkwestie niet tegenover elkaar moeten zetten. Waarom doet hij dat dan wel op basis van mensen met migratieachtergrond en mensen zonder migratieachtergrond? De heer De Jong. Nee, voorzitter. Iedereen die in Nederland hier is en een steentje wil bijdragen, is welkom om te blijven. Maar degenen die niet welkom zijn om te blijven, dat zijn de mensen waar de heer Kuzu voor staat. Dat zijn de mensen die fraude kunnen plegen met de bijstand. Die jonge Nederlandse jongetjes in elkaar kunnen trappen en daar feestend filmpjes van kunnen maken. Dat soort mensen horen hier in Nederland niet thuis. En ik hoef ook geen applaus te geven aan mensen die hard werken. Die zijn ook gewoon welkom om te blijven. Maar wij staan niet voor de mensen waar Kuzu voor staat. De heer Kuzu. Mag ik een ordepunt maken, voorzitter? Ja, even. Voorzitter, collega Kuzu is gekozen door kiezers. En daar staat hij voor. En het verwijt dat de heer Kuzu staat voor mensen die Nederland omverwerpen, die frauderen, dat vind ik schandelijk. Ik zou u ook echt vragen op dat soort opmerkingen in te gaan en dat ook gewoon niet te accepteren. De heer Kuzu heeft een standpunt, daar ben ik het mee eens. De ene keer, de andere keer niet. Ja. Maar de heer Kuzu hier even wegzetten als dat hij voor een partij is van fraudeurende Nederland hatende mensen, voorzitter. Wat een waanzin. Weinig democratisch, zeg ik tegen de heer De Jong. En ik hoop, voorzitter, dat u ook zorgt dat alle volksvertegenwoordigers gewoon hun werk hier kunnen doen. Ook de heer Kuzu en zijn collega's. Ja, dat voorzitter. Gaat voor iedereen en iedereen heeft de ruimte om daarop te reageren, de heer Kuzu. Voorzitter, mag ik er wat over zeggen? Kijk, de heer Van Weyenberg van D66 zou net zo vurig moeten opkomen voor die Nederlanders. Voor die autochtonen die zien hoe die multiculturele samenleving is mislukt. Met net zoveel vuur als dat u de heer Kuzu met al zijn walgelijke ideeën hier staat te verdedigen. Voor mij mag hij in Turkije zijn politieke partij gaan opzetten. Hij hoort hier niet thuis. Dus hij zal morgen nog weg hebben hier. De heer Van Weyenberg. Voorzitter, de crux is nou juist dat we in dit debat debatteren over onderwerpen waar we het met elkaar eens zijn en soms niet. En dat recht heeft de heer De Jong, want de heer De Jong heeft ook kiezers. En ik respecteer en zal altijd zijn recht verdedigen hier dingen te zeggen waar ik het apart mee oneens ben. Maar wat ik hier echt fout vond, voorzitter, is dat de heer Kuzu hier wordt weggezet. Alsof hij allerlei bizarre dingen in Nederland wil. Ga je niet excuseren, voorzitter? Meneer De Jong. Ja. Nee, de mensen waar de heer Kuzu voor staat. Voorzitter, de heer Kuzu staat voor kiezers. Die hebben hem gekozen. Allemaal. En hij heeft het volste recht hier daar volledig gebruik van te maken. Iedereen is hier overigens gekozen. Ook zijnde. Exact. Nou, ja. Iedereen is hier gekozen en iedereen vertegenwoordigt zijn of haar kiezers. Dat staat zelfs in de grondwet. Zeker. Goed. Ja, maar voorzitter, maar toch even een ding. Ja. Dank in ieder geval de heer Van Weyenberg voor zijn bijdrage en voor zijn punt van orde. Want we zien precies eigenlijk waar het hier fout gaat. Stel dat ik zou zeggen dat de heer De Jong zou staan voor al die fascistische mensen die het bijvoorbeeld nodig vinden om 13-jarige jongetjes mee te nemen om demonstraties van KOZP te verstoren. Stel dat ik zou zeggen dat hij zou staan voor mensen
die neonazi's staan en hier in Den Haag staan te demonstreren. Maar, voorzitter, dat doe ik niet. Nee, dat maar dat doet niet. U wel. Maar vervolgens zegt de heer De Graaf, of de heer De Graaf, ik ben nee, het ook die van komt hem nog. Maar de heer De Jong zegt dan tegen mij dat ik zou moeten vertrekken uit dit land en dat ik een politieke partij elders zou moeten beginnen. En we staan het gewoon toe. Voorzitter, ik vind het walgelijk en het staat precies voor hetgene wat de PVV al jarenlang doet. Groepen mensen tegenover elkaar zetten op basis van achtergrond. En dat is zo pertinent fout en polariserend. Nee, voorzitter, ik sta voor mijn eigen kiezers. Ik sta voor Nederlanders hier in Nederland. Het is jarenlang hier alleen maar gegaan over niet-West-allochtonen, over Marokkanen, over Turken, over mensen die zogenaamd geëid zouden moeten worden. Het is nu tijd voor onze eigen mensen. Die zouden op één moeten komen te staan. En de heer Koesen mag zijn eigen mensen vertegenwoordigen zoveel als hij wil. Maar hij toont hier elke week weer aan dat hij helemaal niet voor Nederland is. Dat hij gewoon is voor Turkije. Het grote dat hij gewoon een Erdogan-aanhanger is. En voor hij heeft hier helemaal niets te zoeken. Deze discussie heeft eigenlijk weinig te maken met de begrotingsbehandeling. Het is weer ontspoord terwijl dit de eerste bijdrage is. Maar ik wil toch... Als u heeft uw punt gemaakt. Als een persoonlijk feit, voorzitter. Ja. Want dat is dan mijn laatste opmerking. Ja. Ik wil nogmaals hardop zeggen dat ik parlementariër ben in Nederland. Dat ik sta voor een groep mensen die zich onvoldoende vertegenwoordigd hoort. Turk. En precies die groep... Precies die groep, voorzitter, die enorm veel last heeft gehad van dat gepolariseer en van dat gehaat en van dat gejen van de PVV in de afgelopen jaren. En ik laat me hier niet wegzetten door de heer De Jong, door de heer De Graaf of welke andere PVV'er dan ook. En ik zal ook altijd opstaan voor die mensen die zich in een hoekje gedrukt voelen door types zoals deze. Ja, voorzitter, nou, ik sta hier voor mijn eigen kiezers, ik sta voor het Nederlandse volk en het is jarenlang niet overgegaan. En ik ben blij dat ik hier die mensen mag vertegenwoordigen die zich door de multiculturele samenleving, het mislukken daarvan, in de hoek gedrukt voelen. En ik ben blij dat u me daarvoor de gelegenheid heeft gegeven. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer De Graaf namens de PVV.